Hey, en welkom terug bij de serie waarin ik alles kook uit dat ene Jamie Oliver kookboek. Laten we maar snel kijken wat het vandaag wordt. Een nieuwe dag, een nieuw gerecht. Wat wordt het vandaag? Oh nee, opnieuw vis. Oké dan. Vis, dat blijft toch wel een spannende categorie. Oké, dat is iets. Crostini krab, dat lijkt mij iets moeilijk. Ik heb geen idee wat dat is, maar oké, we gaan het proberen. De verrukkelijke crostini met krab. Dat is eigenlijk krab op doosjes. Het is echt een heel simpel gerecht. Het is ook niet heel lang uitgeschreven. Het moeilijkste tot nu toe vond ik het vinden van de krab. Jamie Oliver vraagt voor 400 gram wit krabvlees en 150 gram bruin krabvlees. Bruin krabvlees dat heb ik niet gevonden en het witte krabvlees heb ik alleen gevonden diepgevroren. Dus dat heeft nu een hele nacht eigenlijk in de frigo gelegen om te ontdooien. En dat is nu klaar om te gebruiken. Ik vind wel dat Jamie Oliver doet alsof alle ingrediënten in zijn boek zomaar overal te vinden zijn. En dat vind ik wel niet juist. Want ik vind het niet altijd even makkelijk om te vinden. Maar dus, krabdoosjes. Crostini met krab. Zoals altijd zijn er een paar dingen die ik kan doen als voorbereiding, de mise en place. En dat is dan ook het eerste dat ik nu ga doen. De Spaanse peper. Ik ga daar wel niet zoveel van gebruiken, want me and spice, no good. Ik ga het hierbij laten. 1/4 van een chilipeper. Wenkel en chilipeper zitten hierin. Nu moet ik een soort van aioli maken. Een klein knoflookteentje, wat ik hier heb. Heel klein, het kleinste dat ik kon vinden. Zout en veel mayonaise. Dat is wel allemaal redelijk geplet. Ja, ik had de mayonaise zelf kunnen maken, maar het is niet het recept van mayonaise. Dus ik neem gewoon boni mayonaise. Ja, daar ruikt naar mayonaise. En knoflook. Dus normaal moet ik dan nog extra mayonaise pakken. Zit er dan bij. Oef. Dan ga ik nu even in de frigo zetten tot ik het nodig heb. Het laatste dat ik dan nog moet doen is het citroensap al even persen. Maar ik heb dus gelezen dat het belangrijk is dat... Stel, ik wil het nog even in de frigo laten staan voor ik het serveer. Dan is het belangrijk dat je citroensap er zeker nog niet op doet. Het maximum dat je mag doen is 20 minuten, want het zuur van de citroen gaat het krabvlees aantasten. Ik heb trouwens nog nooit krab gegeten, hè. Zover ik mij kan herinneren. Misschien als het zo ergens in zat en ik wist het niet, ja dan wel. Maar effectief krabvlees, zoals dit dat ik heb, heb ik nog nooit gegeten. Voilà, dat is wat vocht, hè. Voilà, we zijn aangekomen bij weer een belangrijk stukje. Ik heb dus in de winkel dit gekocht. Cooked snow crab. Meat. En dat kwam in een plastiek zakje en bevroren. Dus ik heb daar juist dat zakje open gedaan. Daar zat wel wat water in natuurlijk, omdat het ontdooid was. Dus dit is hoe het er nu uitziet. Ik heb het even in een vergiet gedaan. En ik ga dat krabvlees nu gewoon bij de venkel en de chili doen. Voilà. Ik moet er nog een beetje een flinke scheut olijfolie bij doen. Dan zou ik het eigenlijk moeten proeven. En op smaak brengen met peper en zout. Ah ja, weet je wat ik nog wou zeggen? Dus het is cooked krabmeat. Dat betekent dat het klaar om te gebruiken is vanaf dat het ontdooid is. Ik ga er eerst een beetje peper bij doen. Ik wil er eigenlijk nog niet van proeven. Ik heb er schrik van, dus ik wil niet proeven tot ik het op een toastje heb gedaan. Deel 2 van dit gerecht, dus buiten het maken van je krabmengsel, is het maken van je toastjes. Ik ging normaal gezien een paar dagen geleden dat gerecht met de krab maken, maar toen ontdekte ik dus dat het diepvrieskrab was, die ik eerst nog ging moeten laten ontdooien. Wat maakte dat mijn planning in de war kwam, waardoor ik het pas vandaag doe. En ik had, voordat ik door had dat ik geen krab had, mijn ciabatta brood al gebakken. Maar ik ben tegen verspilling, dus heb ik mijn ciabatta brood in sneetjes gedaan. Die zijn nu een beetje aan het ontdooien al.
En dan moet ik die eigenlijk gewoon, ja, kan ik die gewoon bakken en dan zijn die terug good to go. De crostinis, de toastjes, zijn mooi gebakken, krokant. Voilà, tijd om het te dresseren. Ik moet mijn krab ook nog afwerken met een spritsje citroensap. Dat zal wel genoeg zijn. Dus ik heb een beetje van mijn krab in een kleiner potje gedaan, zodat ik die andere krab op een later tijdstip kan serveren aan mensen. Zodat mijn dure krab niet verloren gaat. Want dat heb ik nog niet gezegd, maar krab is duur. Voor dat pakje, dat was 35 euro. Ik heb toch nogal wat over, hè, voor deze video's. En voor mezelf natuurlijk, want ik wil nieuwe dingen leren kennen. Oké, genoeg gezeverd. Krab op de toastjes. Zo, dat moet ik afwerken met een toefje mayonaise. Toef. Mijn eerste hapje verse krab. Allee. Dat is best lekker. Ja. Dat is niet slecht. Ik vind het moeilijk om te omschrijven wat ik proef. Eerst en vooral proef ik heel veel van die knoflookmayonaise. Dan proef ik krab, denk ik. De venkel proef ik niet echt, maar die zal misschien wel aanwezig zijn, maar ik proef hem niet echt. En ook het citroensap is niet overweldigend. En dat proef ik ook niet echt. Misschien zou het anders proeven zonder de citroensap, hè. En is het wel zoiets dat het uitbalanceert, maar weet ik dat gewoon niet. Ik zou zeggen 7,5 op 10. Zou wel zeker iets kunnen zijn voor als voorgerecht. Ja, met kerstmis of zo. Dat het gewoon een duur gerecht is. Wat heb ik geleerd in deze video? Ik heb dus geleerd waar ik krab kan kopen. Dat krab duur is. Hoe ik aioli moet maken, dat je citroensap niet te lang op je eten mocht doen. Dus dat zijn al wel een heel aantal dingen. Krabvlees, bruin vlees, niet te vinden voor een amateur als mij. Dus qua gerecht, heel simpel, maar niet voor iedereen. Ook omdat het gewoon een duur gerecht is. Ik ga deze toastjes nog opeten. Bedankt voor het kijken en ik zie je graag in een volgende aflevering. Doei!